Welkom bij het RTV Arnhem Nieuws van 2 april met onder andere feestelijke ondertekening convenant, presentatie perspectiefnota, centrumring moet snel verbeterd worden. Burgernet wordt steeds vaker gebruikt als een opsporingsmiddel door de politie. In 2014 werd 37 keer vaker melding gedaan via sms of telefonische afspraakbericht via Burgernet dan in 2013. Burgernet werd het meest gebruikt voor het zoeken van een vermist persoon. In 2014 kregen Arnhemmers 53 keer een oproep. 19 keer leverde dat direct succes op in Oost-Gelderland. Het moet makkelijker gemaakt worden voor ondernemers zich te vestigen in Arnhem. De Stichting Bedrijventerreinen Arnhem wil minder knellende regels om dat mogelijk te maken. Wethouder Hans Giesink van Economische Zaken wil dat de gemeente enige regie behoudt door regels in bestemmingsplannen om het plaatsen in de stad open te houden voor toekomstige werkgelegenheid. De Stichting Bedrijventerreinen Arnhem vindt dat een achterhaald standpunt. De gemeenteraad heeft besloten dat de binnenstad van Arnhem beter bereikbaar moet worden gemaakt door een verbetering van de centrumring. De VVD en D66 pleiten voor een betere bewegwijzering in duidelijke kleuren, zodat de bezoekers van het centrum hun bestemming zonder al te veel zoeken en dwalen kunnen bereiken. Ook het oversteken van de Weertjesstraat moet makkelijker worden gemaakt. 4 voormalige bouwkavels bij stadsboerderij De Hooitmark in de villawijk Gardenhagen wordt nu ingericht als volkstuincomplex. Dit stuitte aanvankelijk op protest van de villabewoners die een verrommeling van hun wijk vreesden. De nieuwe tuinvereniging De Tuinmaat gaf gisteravond 40 volkstuintjes uit. Op woensdag 1 april zetten culturele instellingen, onderwijsbesturen, het kunstbedrijf en de gemeente hun handtekening onder een uniek convenant voor cultuuronderwijs uit de praktijk voor elk kind op de basisschool. RTV Arnhem was aanwezig en sprak met wethouder Gerry Elverink. Meneer Elverink, vandaag een ondertekening van het convenant. Waarom een convenant? Ja, ik ben heel erg blij mee. Het is mijn droom, maar niet alleen mijn droom. Dat alle kinderen die in Arnhem opgroeien en naar school gaan, dat die in aanraking komen met de geweldige culturele aanbod. Introdans, Schouwburg, museum, filmtheater, Oostpool, ga zo maar door. Ik kan ze niet allemaal noemen. Dat ze daarmee in aanraking komen, daarvan leren genieten. En daar gaat het convenant vandaag over. Een samenwerking tussen de cultuurwereld en de onderwijswereld. Met steun van de gemeente, van het kunstbedrijf. Ja, ik ben daar heel erg blij mee. Het is een droom. Het is een droom van velen. En dat moeten we ook gewoon gaan doen. En om dat te kunnen doen moet je een hoop regelen. En daar moet je ook afspraken voor maken. En die afspraken zijn vandaag gemaakt. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Wat is de rol van de gemeente in deze? Ja, wij ondersteunen dat. De culturele instellingen die moeten het uiteindelijk ook zelf doen. De scholen moeten het doen. Maar wij zorgen ervoor dat het ondersteund wordt. En het kunstbedrijf speelt daar ook een hele belangrijke rol in. Als coördinator, als legger van de verbinding. Ik ben er heel erg blij mee. Welke rol speelt het ministerie van Onderwijs? Nou, zij vinden dit ook heel erg belangrijk, hebben daar ook aan meegeholpen. Zij doen dat natuurlijk in heel Nederland. En ik vond het erg leuk net om te horen van het ministerie. Die heel duidelijk tegen mij zei, wat jullie hier doen is uniek in Nederland. Jullie zijn verder dan de rest. Overal in het land gebeurt wel wat, maar zo'n goede samenwerking tussen onderwijs en cultuur, dat hebben we nog nergens gezien. Wij zijn dus voorbeeld en dat is wel heel erg leuk. Het convenant is voor 2 jaar. Wat verwacht u? Gaat het slagen of gaat het niet slagen? Ja, voor 8 jaar. En ik denk dat het natuurlijk moet een hoop gebeuren. Het is een ontzettend belangrijke stap. Het zal altijd hard werken blijven, maar dat gebeurt wel met passie en bezieling. Passie voor kinderen, om kinderen het mooiste wat Arnhem te bieden heeft ook mee te geven. Dat willen mensen in het onderwijs ook ontzettend graag. Culturele instellingen die willen heel graag kinderen ook in aanraking brengen met wat ze doen.
met de toekomst bezig zijn, op die manier ook. Ja, dus iedereen is ontzettend gemotiveerd, dus dat moet haast goed gaan. De toekomst van de 4 jaar oude basisschool Cosmicus is in gevaar als er niet snel nieuwe huisvesting komt in Rijkerswoerd. Dat mag nu van de gemeente niet voor de zomervakantie in verband met een huisvestingsplan voor geheel Arnhem. RTV Arnhem sprak met directeur Ibrahim El-Makhak hierover. Uw school is te klein behuisd en u wil verhuizen? Dat klopt. We zijn een school die heel snel aan het groeien is. We hebben momenteel 82 leerlingen met 4 lokalen en we hebben 143 leerlingen op de wachtlijst en we moeten binnenkort verhuizen. Dat gaat u niet snel genoeg? Dat gaat ons zeker niet snel genoeg. Sinds 1,5 jaar zijn we in overleg met de gemeente. We hebben een aantal keren toezegging gekregen, maar we kunnen niet meer wachten tot na de zomervakantie. In verband met onze stichtingsnorm die we moeten gaan halen en de ouders die op onze komst zitten te wachten. Waarom moet die tot na de zomer wachten? De wethouder en de gemeente die willen graag het grote beeld op kaart brengen, zodat ze weten waar een overschot en waar een tekort aan lokalen is. En op basis daarvan willen ze eigenlijk pas gaan schuiven, zoals ze dat zelf noemen. Maar wij zijn een nieuwe school die al sinds 3,5 jaar bestaat. We zijn een algemeen bijzondere school en we moeten ons houden aan onze stichtingsnorm. En die kan niet wachten tot na de zomervakantie. In wat onderscheidt u zich van andere basisscholen? We zijn een algemeen bijzondere school en dat betekent dat wij alle religies, alle geloofsovertuigingen of levensvisies kunnen omarmen. We hebben het wereldburgerschap als onderwijsconcept en dat betekent dat we de toekomstige generatie nu alvast goed voorbereiden voor samenleven, samen delen, acceptatie, wederzijds respect. Alle elementen die eigenlijk bij een wereldburgerschap als eerste op de voorgrond komt. 1 oktober 2016 moet u 255 leerlingen binnen hebben. Gaat u dat halen, denkt u? Zeker, want in de laatste 4 maanden hebben we heel hard gewerkt. Van 70 leerlingen hebben we nu al 83 leerlingen. We hebben dus een nieuwe leerling binnengekregen. Momenteel is de prognose op 143. En als we voor de zomervakantie kunnen verhuizen, denken we dat we uit zullen komen op 180 leerlingen. En de resterende jaar is het voor ons die 255 zeker te halen. Vandaag werd de perspectiefnota gepresenteerd in het gemeentehuis door wethouder Martijn Leijsink van Financiën. RTV Arnhem was erbij. Meneer Leijsink, vandaag presentatie van de perspectiefnota. Waar gaat het over? We zijn als college en als coalitie al een tijd bezig om steeds vergaander inwoners en bedrijven in onze stad echt te betrekken bij beleid wat we vormgeven. En dat willen we eigenlijk met de ingang van de komende jaren op vrij radicale wijze voortzetten. En dat enerzijds omdat we het heel belangrijk vinden, anderzijds, daar ben ik ook volstrekt eerlijk in, omdat er een bezuinigingstaakstelling op ons af zit te komen, omdat het Rijk nou eenmaal minder geld aan de gemeente geeft. We hebben ervoor gekozen om met ingang van 2017 in totaal 100 tot 150 ambtenaren niet langer op het stadhuis te laten werken, maar echt in de wijken aan de slag te laten gaan. U gaat eerst nog experimenteren in 2015, 2016, want het is een hele operatie voor die 8 gebieden in Arnhem, hè? Op dit moment zijn we natuurlijk al bezig met wijkteams op het gebied van jeugdzorg en op het gebied van volwassenenzorg. U ziet, als het goed is, dat die in wijken in Arnhem al actief zijn. Daar doen we heel goede ervaringen mee. We zien ook dat mensen het enorm op prijs stellen. Dat die mensen gewoon thuis komen, dat ze aanspreekbaar zijn. Dat je er naartoe kunt als je dat belieft. Nou, datzelfde willen we nu ook gaan doen voor allerlei zaken die te maken hebben met de leefomgeving. Budget wat de gemeente al sinds jaar en dag uitgeeft, maar nu in de wijken tot besteding komt. En dat is zo'n proces, daar moet je mee gaan experimenteren. Net als we met jeugd en volwassenen een paar jaar hebben proefgedraaid, gaan we hetzelfde ook doen met deze wijkteams, zodat ze uiteindelijk in 2017 ook echt aan de slag kunnen. Het budget voor de wijken, moet bezuinigd worden, maar is er wel geld hiervoor voor deze hele operatie? En waar wordt die vrijgemaakt? Een gemeente als Arnhem, die zet natuurlijk elk jaar heel veel geld om. In totaal is de hele gemeentebegroting zo 700 miljoen euro. Dus dat is echt heel erg veel geld. Wij denken dat meer dan 100 miljoen daarvan, dus dat is zeker 15% van de begroting, in wijken kan worden uitgegeven. Het wordt nu ook al in wijken uitgegeven. Maar de verdeling en hoe het wordt uitgegeven, wordt veel bedacht hier op het stadhuis.
En door dat budget nou veel meer in samenspraak met inwoners en met wijkorganisaties te besluiten hoe je dat tot besteding brengt, kun je dat ook op een betere manier doen. En dat is eigenlijk de kracht die in het voorstel schuilgaat. En tegelijkertijd denken we dat we dan ook met minder geld eenzelfde resultaat voor wijken kunnen bereiken. Die ambtenaren die gaan dus diverse dingen doen. Hè. Die kunnen naar sportverenigingen, cultuur en noem maar op. Die moeten dus een beetje het gezicht van de wijken gaan worden samen met de wijkteams natuurlijk. De ambtenaren die daaraan toegevoegd worden, die hebben eigenlijk twee taken. Op de ene eerste plaats moeten ze echt verbonden gaan voelen met de wijk. En belangrijker nog, de wijk en de mensen die daar wonen, die moeten zich verbonden voelen met die ambtenaren, die mensen die daar rondlopen. En op de tweede plaats moeten ze uiteindelijk bepalen welke zaken in de wijk de gemeente het meest dringend moet aanpakken. En hoe de uitgaven moeten plaatsvinden. En hoe beter ze in staat zijn om dat samen met inwoners en organisaties in de wijk te doen, hoe beter die middelen ook besteed kunnen worden en hoe beter je dus ook in staat bent om als gemeente op die budgetten te besparen. Wanneer moet de hele operatie afgerond zijn? Per 1 januari 2017 willen we de technische omslag gemaakt hebben. Maar neemt u maar van mij aan dat het jaren en jaren gaat duren voordat alle mensen, inwoners en gemeentelijke organisatie gewend zijn aan de nieuwe werkwijze. U heeft gisteravond een informatieavond voor de wijken gegeven. Hoe is daarop gereageerd? Je ziet dat heel veel wijkbewoners en wijkorganisaties eigenlijk al heel lang aan de gemeente vragen, stel ons nou in staat om op een betere manier ook zelf met onze wijk aan de slag te gaan. En dat kan alleen maar op het moment dat je ook een budget en ambtenaren ook echt in die wijk onderdeel laat zijn van die wijk. Pas dan kom je tot een echte samenwerking tussen gemeente enerzijds en wijkbewoners en organisaties anderzijds. En je ziet, en we hebben gisteren inderdaad een persbijeenkomst gehad voor de wijkkranten. Die is ook eerst geweest en nu hebben we de perspublicatie en andere media. Je ziet dat vanuit de wijkkranten daarop gereageerd wordt in de zin van, het is wel een kans. Tegelijkertijd ook van, hoe gaat dat dan precies uitpakken? En ook daar heb ik nog niet alle antwoorden op. Maar wel tegelijkertijd de verwachting van, ja, als dat toch gaat uitwerken, dan gaan we toch wel een hele andere tijd in. Ja, want je gaat vanuit de wijk, ga je denken, samen met de bewoners en de leefgemeenschap. Kijk, inwoners en wijkorganisaties hebben één grote kracht, dat die altijd overal vanzelfsprekend vanuit de wijk denken. Het is de gemeentelijke organisatie die dat moet leren. En dat is ook, daarom is het ook nodig dat wij ons gaan verbinden en veel beter verhouden tot een leefgemeenschap waar een mens het meest in leeft. En dat is zijn eigen wijk. Vandaag begon de dag met regen. Daarna klaarde het weer wat op, met af en toe de zon. De temperatuur lag rond de 8 graden. Vanavond is het weer bewolkt weer, maar blijft het droog. In de nacht neemt de bewolking toe en daalt het kwik tot 1 graad. Vrijdag is dus een zwaar bewolkte dag. Het blijft droog met een temperatuur van 10 graden. Wij wensen u nog een fijne avond en graag tot morgen.